Deze beschouwing is een echte beschouwing. <laughs> Lekker kalm en rustig. Het is een woensdagochtend. Het is dus half negen s morgens. De 10 juli 2019. Ik ga vandaag een nieuwe koelkast bestellen. Die oude, die maakte punt 1 uh, te veel herrie. En punt 2, ik verdenk die koelkast ervan dat hij erg veel stroom verbruikt. Hij was al oud toen ik hier in kwam, negen jaar geleden. En nu is hij uh, best al oud, plus negen jaar. Ik denk dat het mooi geweest is. En ook dingen als dat hij niet meer goed sluit. En nou ja, je kent het wel. Maar dat terzijde. Ja. Dus hem even aan te geven. We houden het lekker rustig. Dat hoort bij die beschouwingen. En nuchter. Het is alweer een paar maanden geleden dat ik uh, het laatste halve liter blik gulpende gladiator in mijn nek goot. En mijn laatste wietje. Ik maakte altijd van die stickies. Met wiet, <laughs> soms hash. En die deed ik uit in mijn asbak. En dan zei ik zo, dat was het. En even later, een paar dagen later, had ik van mijn allerlaatste krameltjes mijn allerlaatste checkje gedraaid. En toen ik die uitmaakte, toen zei ik, nou, en dat was dat ook. Dat is wel lekker, bevalt me goed. Mijn woning is erg opgeknapt. En mijn dochter zei jaren geleden tegen mij: Pap, als jij niet zoveel zou blowen, dan hadden wij al lang een nieuwe koelkast gehad. En toen had ik zoiets van: Nou zeg, <laughs> maar ja, ik ben al gestopt met blowen en ik ga vandaag een nieuwe koelkast bestellen. <laughs> Ah, die koelkast is nou wel echt oud hoor. En toen zij dat zei, daar kon die nog wel mee, vond ik. En toen had ik haar ook nog in huis. En toen had ik ook zo'n grote koelkast nodig. En wat ik nu ga kopen is een uh, oude lullen bejaarde koelkastje. 55 centimeter breed. Tafelmodel. Met zo'n klein vrieskastje. Dat is goed genoeg. Waar ik het over ga hebben, dat zijn vrouwen en socialisme. Ik denk dat ik daar een aantal beschouwingen voor nodig heb om al die aspecten naar voren te brengen. En vandaag ben ik in de stemming om het te gaan hebben over socialisme op zichzelf, dus zonder daar direct vrouwen bij te betrekken. Uh, socialisme, uh, vroeger vond ik dat vanzelfsprekend. En stemde ik, ja, ik, ik stemde Partij van de Arbeid. En ik heb ook een keer CPN gestemd. En dat stemde ik dan omdat de vader van mijn vader, die stemde Partij van de Arbeid altijd. En de vader van mijn moeder die stemde CPN, de Communistische Partij Nederland. Ik weet niet of dat nog bestaat eigenlijk. Ik neem even een slokje thee. Ja, het is morgens vroeg. Ik vond ook de volkskrant een betere krant dan de Telegraaf, want de volkskrant was links. Socialistisch en de Telegraaf die was rechts. Dat was een, een krant van de VVD. Tegenwoordig lees ik helemaal geen krant meer. Tegenwoordig weet ik dat in de Volkskrant dezelfde onzin staat als in de andere kranten. En de Telegraaf vind ik dan een, misschien een leukere krant, want die. Geeft beter aan van dit schrijven is gevuld met onzin. Het, uh, die sectie en die heet privé of zo en is van Henk van der Meijden en dan heb je showbiz-nieuws. Ik vind, nou, ja, daar, daar heb je wat dan. Aan dat beeld dat er gelijk geschetst wordt van in deze krant is dat alleen maar onzin. En de Volkskrant en de NRC en de trouw en zo en dat soort bladen. Die ademen dan nog iets uit van, nou, dat is echt informatief wat wij melden. En dat is het helemaal niet. De Gelderlander en al die andere kranten. Nee, er is helemaal geen linkse krant of rechtse krant. Kranten bevatten onzin. We hebben het niet over wat er werkelijk aan de hand is. En wat er werkelijk aan de hand is, is dat wij kapot gaan aan socialisme. Socialisme is. Killing. In zekere zin kan je zeggen dat uh, communisme, uh, dat is, communisme is zonder meer socialisme. Oh, maar het is anders. Nee, nee, Perrie, is anders. Communisme is heel anders dan socialisme. Ja, dat is niet waar. Uh, dan moet je socialisme even definiëren, ik zo dadelijk dan. Maar als je communisme neemt, dat is socialisme. En als je fascisme neemt, dat is ook socialisme. Oh, Perry, nu maak je het bond, Want Fascisme is rechts. En, uh, nee, dat kan niet. Ja, ik zal zo dadelijk ga ik socialisme definiëren. Dan zal je zien dat het één pot nat is. En wat we nu dan hebben hier in Nederland, de democratie. Ja, als je kijkt naar de zaken die onze regering aan het regelen is dan zal je zien dat democratie dat is ook socialisme. En wat is dan socialisme? Nou, socialisme is dat de staat zich gaat bemoeien met zaken waar ze zich niet mee zou moeten bemoeien. Wat niet hoort, wat niet kan, wat daarom niet mag en wat daarom zeer zeker niet moet. He, want dat wat mag en dat wat kan, ja, dat moet ook. Dat, daar is Arthur Schopenhauer, die Duitse schrijver uit het begin van de 19e eeuw. Daar is hij achtergekomen. Kunnen, mogen en moeten, dat is uh, één ding. Het zijn drie verschillende woorden, afhankelijk van de fase waarin je naar iets kijkt. Maar socialisme, dat kan niet. Omdat dingen die in de samenleving gebeuren niet voor 100% te reguleren zijn. Dus moet het reguleren van activiteiten die in de samenleving plaatsvinden, dat moet begrensd worden tot dat. Te reguleren is. Ja, zeg ik dat goed. Ah, dus de activiteiten die gereguleerd worden, dat zijn de activiteiten die te reguleren zijn. En de activiteiten die niet te reguleren zijn, die moet je dus niet willen reguleren. Zo moet ik het zeggen. En doe je dat toch. Well, nee, maar dat kan niet, dat moet het, moet het moet gereguleerd worden. Ja, dan kan je wel zeggen dat het moet, maar als het niet kan, dan kan het niet. Ook niet als het moet. Want waarom moet het? Als het niet kan. En een goed voorbeeld daarvan is iets als kunst. Hey, kunst, dat is. Ik moet even niet. Kom van de thee. <laughs> kunst kan je niet reguleren. Een mooi voorbeeld van kunst is een kunststroming. Die is ontstaan in New York. En het waren kunstenaars. En die huurden zolderetages van. Panden. En die panden die waren betrokken door ja, rijke bedrijven. Ja. Die wilden zo'n mooi pand. Maar die zolder was dan heel hoog en dat was niet eens een lift en zo. En Ja, Die zolders die werden voor bijna niks verhuurd. Nou, daar dat trokken mensen in en die hadden helemaal geen cent te makken. Want het was lekker goedkoop. En dat maakte die verhuurders geen donder uit wat er allemaal gebeurde na sluitingstijd. En daar waren ze toch al naar huis. En die kunstenaars die zaten daar de hele nacht te uh, kladderen met, met kwasten, wat ze maar deden. En een drank erbij en te bakken. En daar had helemaal niemand last van. Hè? En als morgens vroeg, als dan uh, de mensen weer kwamen om te werken voor die uh, dure bedrijven. Ja, daar lagen die kunstenaars, die lagen hun roes aan te slapen. Ik schets het maar even, hè, dat, uh, ik ben er niet bij geweest. Nou, dit schat ik zo in. Ja, wat denk je. Eh, jonge mannen. Jaren 20, 30. Eh, ja, die kladderen wat in elkaar en zo. Eh, en, nou, die verkopen een schilderijtje. En ze huren dan voor niks. En ja, die zitten dan veganistisch te eten. En hun vrouw die breidt nieuwe kleren. Nee, natuurlijk niet. Dan gaat er wil tegenaan, man. En daar is dus een hele stroming, dat weet ik veel, dat heette de New Yorkse underground uh, van de Huppeltje Pub. En zo zijn er meer opmerkelijke kunstwerken geproduceerd vanuit het niets. Een goed voorbeeld is uh, de muziek van een band als The Stranglers. Waar kwamen die vandaan? De hele beweging rondom de punkmuziek en alles wat erbij hoorde. En ja, waar kwam dat vandaan? Het kwam uit het niets. Je had de jaren 60 met al die blues en blues, blues, rock en rock and blues. En, en dan kreeg je de jaren 70 met die friemelmuziek. als Barclay, James Harvest en Genesis en Caravan en Van der Graaf, Generator. En toen kreeg je aan het einde van de jaren 70, 76 of zo, 77. Dan kreeg je de Punk en de New Wave. Uit het niets hè. En toen kwam in de jaren 80 een, iets van een consolidatie van die Punk en New Wave. En sinds die tijd. Uh, maar helemaal niks eigenlijk. Ja, in Nederland spinvis. Dat is ook de enige hoor. Die ik heb opgemerkt. Ik denk, nou, dat is wel heel kunstig. En waar kwam spinvis vandaan? Ja, uit het niets. Spinvis die woonde in. Ergens in. Wat was het ook weer? Uh, een nieuwe gein zat hij. Volgens mij had hij een gezin waarvoor hij uh, nog voor moest zorgen. En hij zat in zijn avonturen en in het weekend zat hij te klooien. En uh, dan zat hij uh, te dubben, heet dat. He? Ze opnemen en dan opnemen over het opgenomene. En, uh, en toen heeft hij een cassettebandje ingeleverd bij de muziekaatgeverij Excelsior. En die dachten, wauw, wat een muziekman. Ja, Waar is Spinvis vandaan gekomen? Ja, uit het niets. Nou, ik zelf heb best mooie muziek gemaakt, moet ik zeggen. Nooit doorgebroken of zo. En waar is mijn muzikale dingestoestand vandaan gekomen? Ja, uit het niets. Heb ik zelf gedaan. Ik heb dingen gedaan in mijn eentje. En ik heb dingen gedaan met anderen. Het heeft me alleen maar geld gekost. Niet heel veel. Het, het was mijn hobby. Ja. Je wil elke dag naar de kroeg gaan kost je ook geld. Je kan ga je net zo goed elke dag naar de kroeg gaan en <laughs> muziek maken. Dan zit je niet zo lang in de kroeg. En kunst kan je niet reguleren. Nou, en wat hebben we hier in Nederland? Dan hebben we een ministerie van Kunst en Cultuur. Of zo. Even zo. Zo hobbelen, zo goochelen met die begrippen. Noem het weer zo. Doe het even ministerie. En dan kunst. Ja, ministerie kunst en cultuur. De Rijksoverheid. Staat hier dan uh, dingen die erboven. Die ga ik zo elke voor. Ja, dan heb je dus een minister en die heet Van Engelshoven. Staat hier dan. Cultuurbeleid 2021-2024. Cultuur voor iedereen. Hmm. En dan krijgen we hier dan de minister van Engelshoven. Die trekt in 2019 en in 2020 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Het slaat nergens op. Ja, het enige wat. Het enige inhoudelijke. Van dit bericht is dat wij weten dat 4 miljoen euro. die verdwijnt uit de staatskas. en die komt nooit meer terug. En waar is dat voor nodig? Het staat dan hier als kopjes bij. Dit is de pagina van de Rijksoverheid. Kunst en cultuurbeleid. Subsidies voor cultuur, cultuurfondsen, ondernemerschap, kunst en cultuur, kunst en cultuur voor iedereen. Cultuuronderwijs, cultuur verbinden met andere sectoren, cultuurbeleid voor 2021 en verder. We zaten er ook nog de laatste. Teruggave kunst Tweede Wereldoorlog. En heel treffend, uh, er staan wat foto's. Uh, daar, twee foto's staan er boven. En op die foto's staan vijf mensen, vijf verschillende mensen. En alle vijf zijn het vrouwen. Oh nee, het is één foto. Nou, zie ik het beter? Dat is één foto. En wat ik dan zie, dat is een expositieruimte. En daarin staan uh, zes paspoppen met jurken. Jurken met korte maaltjes. Oh nee, één jurk die heeft helemaal geen maaltje. Die, die heeft zo van die bandjes. Dat is een vrij lange jurk en een ander jurkje dat is een jurkje met korte mouwen getailleerd en dan komt uh, boven de knie en nog een ander jurkje dat is roze nou het zijn leuke stoffen dus uh, ja leuk gewerkt met kleuren en zo en aan de muur hangen wat ja dat ja, is wel leuk met kleuren en zo niet, uh, niet dat het iets voorstelt hoor, waar ik recht tegenaan kijk dat het zou door kunnen gaan voor een letter uit een vreemd alfabet. En dan met uh, groen, rood, blauw, uh, iets van anthracite grijs of zo lijkt het wel, en dan weer een stukje blauw. Het zijn uh, 1, 2, 3, 4, 5 uh, dikke strepen. En aangebracht met een kwast. En dan met één streek, zodat er ook witte stukjes in zitten waar de haren van de kwast niet echt het doek geraakt hebben. Zo van, woep, zo snel, woep, 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 en ja, het is af. Ik zou zeggen, dat is geen kunst, hè. Dus ik weet nou een betere titel voor deze uitzending dan we het gaan hebben over socialisme en kunst. Hier zie je de geldverspilling. Dit slaat nergens op. Vrouwen willen dan kijken naar... Ja, en trouwens daar rechts zie ik een soort van spiegelachtige toestand. Het, het lijkt wel... Hoe noemen we dat? Zo, zo een, een soort opmaakspiegel met allemaal van die potjes erbij. Een potje voor dit en een potje voor dat. Hoe vrouwen zich mooi kunnen maken ofzo. En dit moet gesubsidieerd worden. Nou, dat is geld weggooien. Die vrouwen, die betalen dan, die, die, die zie je dan vijf vrouwen en die hebben natuurlijk een tientje betaald. Maar haar, hoeveel vrouwen komen er dan op een dag? En kan je dan dit daarvan bekostigen? Nee, natuurlijk niet. Je moet geld mee. En wat, wat, wat levert dat de samenleving op? Hier heb je helemaal niks aan. En nu hoor ik al zo iemand als mijn tante Irene zeggen van... Ja, maar wij hebben wel ons dagelijkse portie cultuur en kunst nodig. Nou ja. Ja, ik heb mijn dagelijkse, Ik had mijn dagelijkse portie bier en wiet nodig. Maar dat krijg ik toch ook niet? Kreeg ik toen toch ook niet? Moest ik zelf kopen. Van mij mag er best iemand zijn die zegt: Nou, ik heb een pand en daar doe ik toch even niks mee. En uh, nou, dan ga ik daar een paar paspoppen in zetten en wat lampjes erbij. En, en dan mogen mensen met een leuk gevoel voor dingen, die mogen daar hun uh, nieuwgemaakte kleding uh, exposeren. Ja, waarom niet? Dat vind ik helemaal niet erg. Maar. Ik heb er bezwaar tegen dat dit betaald wordt met gemeenschapsgeld. En dit is het reguleren van kunst. En kunst kan je niet reguleren. En als je het wel doet, dan krijg je dit: een kamertje, ruimte met wat paspoppen en wat jurkjes erin. En uh, ja, wat kladderwerk. Met leuke kleuren allemaal. En dan moet dan schoongemaakt worden ook. Ja, want die vloer die ziet er mooi glimmend uit. Ja, ik wil maar zeggen... Hè? Nee, dat moet je afschaffen. Dit hoort niet. En cultuur, dat is iets anders dan... Hè. Uh, dat kan je helemaal niet reguleren. In Groningen hebben ze een andere hadden ze een andere cultuur dan in Friesland. Ja, ja, Laat het lekker gaan. Uh, de vader des vaderlands Willem van Oranje Willem de Zwijger. Die zei duidelijk van jongens, ik wil best jullie behaast zijn en zo... ...maar uh, als ze het in Friesland anders willen doen dan in Utrecht... ...interesseert me dat helemaal niks. Uh, je hebt de Friese cultuur en de Utrechtse cultuur. En de Hollandse cultuur. Uh, ja, ik vind het allemaal helemaal goed, joh. Ik ben erom hè, de, dat wat de verschillende provinciën... Uh, ...gemeenschappelijk aan belangen hebben... Ja, daar ben ik de voorzitter van. En een gemeenschappelijk belang was dat wij niet wilden dat, dat de paus hier uh, zijn gebied terug kwam claimen. En wij waren blij dat we van de paus af waren. En we wilden de paus niet terug. Ja, en daar was uh, Willem van Oranje voor. Die leidde de opstand, de Nederlandse opstand tegen de paus. Nou, de, de paus heeft gewonnen. En dan is de paus hier weer naar binnen gekomen. En de paus, zoals je weet, wat ik, ja, veel mensen weten het niet, maar de paus die zat achter de Tweede Wereldoorlog. Die zat dus zowel achter Jozef Stalin, die zat achter Adolf Hitler, die zat achter Winston Churchill. En die zat achter Roosevelt. Dus al die vier heren werden aangestuurd door één organisatie. En Die organisatie heet De Paus. Dus ja, niet zozeer, als ik dan zeg De Paus zat erachter, bedoel ik niet per se Paus Pius XII of zo. Dat was in die dagen De Paus. Maar die organisatie, het Pausdom, kun je ook zeggen. De katholieke kerk kun je ook zeggen. Maar als je zegt de katholieke kerk, dan gaan mensen zeggen: Ja, maar de katholieke kerk bestaat uit katholieken. En je gaat dan niet zeggen: Al die katholieken, wat zijn de katholieken? Dan heb je dat weer. Het is een beetje moeilijk om aan te geven wat het is. Ik kan ook zeggen: De antichrist. Maar dan gaan mensen zeggen: Ja, maar de antichrist van de Bijbel. En ik ben... Dus daarom zeg ik maar: De paus. Hè? Dat wat we tegenwoordig noemen, de nieuwe, of wat zich er tegenwoordig noemt, de nieuwe wereldorde. Gorbatjov is, is van de paus. Uh, Gorbatjov kwam met die term, uh, een uh, World Order. De, 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 een van de eerste die dat uh, bezigde, die term, in de jaren tachtig, was Gorbatjov. Die man met die wijnvlek op zijn hoofd. Die communist. Die socialist. En de paus is ervoor dat. Alles, alles wat maar enigszins een activiteit in een regio plaatsvindt, om dat te reguleren, middels een ministerie. En dat, is, dat noem ik dus eh, het overdreven reguleren van de activiteiten van de samenleving. Dat noem ik socialisme. Want we moeten allemaal bij elkaar en, wow, wow, en niks kan zelfstandig. En... We moeten allemaal eh, sociaal zijn, met z'n allen. Maar dat is socialisme en daar, ja, dat leidt tot verspilling. En die verspilling leidt tot armoede. Armoede leidt tot werkeloosheid en ga maar door. En dan krijg je dus ook nog dat het, het socialisme dat zorgt ervoor dat, dat er dus armoede komt. Over de hele linie. De, de rijken worden minder rijk. En de middenstanders worden minder achter En de armen worden dus ook armer. En iedereen wordt gekaasgaafd. En dan komen de mensen die, die vallen echt helemaal buiten de boot. En dan gaan we daar weer een ministerie voor uh, dat soort mensen oprichten. Dan krijg je een ministerie voor werkgelegenheid, bijvoorbeeld. Waardoor je nog meer verarmt als samenleving. Denk er maar eens goed over na. Wat... Neem zijn acti... activiteit als kunst. Ik hoop dat ik dit goed heb toegelicht. Hè? Met het voorbeeld van die New Yorkse kunststroming. Die uit het niets ontstond. Uit, uh, in de muziek. Uh, dus de eind jaren 70 en jaren 80. Wat er toen opkwam. Dat is heel opmerkelijk. Met bands als The Talking Heads. Uh, the Stranglers. En XTC, by the way. Uh, niet te versmade band. En dan weet u die andere band ook weer. Die ik ook zo goed vind. De, de Buzzcocks. B-U-Z-Z. -Z. En dan Kok van Hanen. De Bushanen. De bus Dat is goed, jongen. Oh ja, en die band The Only Ones. Geweldig. Another Girl, Another Planet. Geweldig nummer. Hele goede guitarasieloog. Oh, uh, Magazine. Het is uh, Brian Devoto, <laughs> dat is natuurlijk een artiestennaam. Nee, weet je nou? Die Brian. Uh, Howard. Howard Devoto. Ja, magazine is een uh, geweldige band. En nog meer hoor. Oh, The Members, dat is ook een hele goede Britse band. En uh, bent als de. Weet je de Nightboat to Cairo. Doe, doe, doe. Het is die ook weer. Schiet er binnen. Het kwam allemaal uit het niets. En zo moet kunst zijn. En wat kunst ook moet zijn, by the way. In het oude Griekenland, los van het feit dat dat een wanstaltige cultuur was, er was een slavenmaatschappij. Hè? 90% was alleen maar bezig met het schoonmaken van de gebouwen en alles. En 10% zat op zijn reet. En, en dat was dan een democratie, noem je dat? De bakermat van een democratie als Griekenland, ja. 10% zat op zijn reet een beetje belangrijke dingen te doen. En 90% deed het werk. Dat was trouwens een voorbeeld van socialisme ook. Hè? Want Griekenland, als je het daarover hebt. hebt die oorlog tegen de persen. Waar Alexander de Grote een, een rol heeft gespeeld. Nou, dat gaat dan nog door voor. dat je denkt: well, oké. Okay. Die persen waren ook niet zo aardig. Maar je hebt ook de oorlogen onderling tussen de Grieken. En dat was de oorlog van Athene tegen de andere stadstaten. Waarbij het doel was dat, die, dat Athene zou de baas moeten worden. En iedere stadstaat zou moeten gaan betalen. Het ging weer om geld natuurlijk. Betalen aan die Athene. En Athene zou er wel voor zorgen dat het lalalala zou allemaal geregeld worden. Vanuit Athene. En heel veel stadstaten dachten, rot op... Uh, met de gedachte van Willem, uh, Willem, -Alexander, met, uh, Willem van Oranje. Uh, uh, Iedere uh, regio zorgt voor zijn eigen hoor. En daar zijn we niet afhankelijk van Athene. Dus nee, we gaan niet Athene op voorhand betalen voor allerlei goede zorgen. Nou, daar was Athene het niet mee eens. En we pekeën, Key, we voeren onderling. Je kan ook zeggen, Griekenland was de bakenmat voor het socialisme. Dat is misschien wel eerlijker. En dan neemt zoiets als uh, ja. Neemt iets zoiets als onderwijs. Dat wordt nu ook gereguleerd. Van A tot en met Z, ja. En kijk eens naar de kwaliteit van het onderwijs. Het is om te janken, allemaal Echt om te janken. Ik kan het weten. Door... Ik heb in 1999, uh, was ik getuige van de geboorte van mijn kind. En ik heb haar naar school gebracht. En twee keer in de week bracht ik haar naar school en drie keer per week haalde ik haar van school. Tot aan haar uh, afscheid van het primair onderwijs. En daarna uh, heb ik er met mijn neus bovenop gestaan wat ze allemaal bij de HAVO te leren kreeg. Ik ben nog één keer uh, ben ik boos, zo boos geworden dat ik naar school ben gegaan. Afspraak gemaakt met een leraar en tegen, een geschiedenisleraar, en tegen hem gezegd: Dit is belachelijk. Dit, dit, dit hoor je niet te doen. Je mag best dit soort lulkoek vertellen, maar dan moet je eerlijk zeggen tegen de klas van je krijgt van, van mij geen geschiedenisles. Ik ga een verhaaltje opdissen wat ik moet doen. En als ik dat niet doe, dan krijg ik een salariskorting. En als je nou wil weten wat er gebeurd is in Nederland, moet je luisteren naar Peri Winkel. Die staat op YouTube. Dan even mijn kanaaltje doorgeven. Ik heb een YouTube-uitzending gemaakt, Dan duurt een uurtje. Een van mijn best bekeken uitzendingen. En die heet Een Korte Geschiedenis van Nederland. Dan weet precies wat er gebeurd is. Ja, en het onderwijs is gereguleerd. Met een kwaliteit de kwaliteit die dat opgeleverd heeft is om te janken. Ik weet net dat mijn dochter die moest mee naar een begrafenis en die moeder van haar er is hem maar verwacht, om het maar even zo vriendelijk mogelijk te zeggen. Als je het onvriendelijk wil zeggen, dan moet je zeggen: dat is een tering bitch, kutwijf. Maar Ja, dat klinkt weer zo hard. Dan krijg je weer zo'n community strike ban voor ongeoorloofd taalgebruik. Die moeder is by the way feministisch, socialistisch, dus Nou, dat verklaart alles. Ja, die moeder had dus even verzaakt om dat door te geven aan school. Nou, en ik heb mijn dochter meegenomen naar die begrafenisplechtigheid. Kom mijn dochter een paar dagen later helemaal zo. Uh, ja, no, sip. Ze gaf me zo te kennen van ja, ik moet binnenkort moet ik nablijven op school. Ik zei: wat krijg ik nou? Ja, zei ze: ik heb straf. Voor ongeoorloofd verlof. Ik zei: wat? Heb je niet gezegd dat het was voor een begrafenis? Ja, ze, dat heb ik wel gezegd. Maar ze nemen dat niet zomaar aan. En het blijft staan als ongeoorloofd verlof. En uh, ja, mama doet niks. Zij noemt, zij noemt die... Ja, je woord bitch moet je niet gebruiken. We dus gebruiken het Nederlandse woord. Die teef. Die teef doet dat niet, hè. En die wordt onder haar nog mama genoemd ook, hè. Ja, je, je maakt wat mee als vader, hoor. Toen zei ik, Wat? Ja, ze, ze, nee, ze nemen niet genoegen met de situatie en ik moet uh, nablijven. wegens ongeoorloofd verlof. Ik zei, oh ja. Ze Nou ga er maar vanuit dat jij niet hoeft na te blijven. Dus ik heb even gebeld. Ik heb tegen die mensen gezegd: van, Nou, ik ben bereid. om langs te komen met uh, de rouwkaart. Uh, Zeg maar, dan gaan er wel een paar stoelen verplaatst worden in de ruimte waar ik binnenkom. nee meneer, nee. Ze voelde ook wel dat ze mij behoorlijk over de kling hadden gejakkerd. Een beetje moeilijk gaan lopen doen over het feit dat mijn dochter een begrafenis bezoekt van een familielid. En ja, ja. Want het is niet volgens de regels gegaan. Stelletje socialistisch tuig is het. En dan ging die man dus, zo, Oh je oh, nee, nee, hoeft niet langs te komen, hoeft niet langs te komen. Ik zei ja, en dan wil ik deze ochtend van jullie een schriftelijke bevestiging. Dat mijn dochter geen straf krijgt voor ongeoorloofd verlof aangaande het bijwonen van de begrafenis, de datum, huppeltje, pup. En dat doe je maar even over de e-mail. Ik neem genoegen met een e-mail, maar ik wil schriftelijk. Nou meneer, ik, uh, ik zal het doen, ik zal het doen. Maar hoeveel kinderen zijn er niet. die niet zo'n vader hebben. en die ook meegaan naar een begrafenis. en die hebben dan misschien niet zo'n moeder, maar een moeder die het gewoon vergeten is. wat ook kan gebeuren. of om een andere reden, dat het niet goed doorgekomen is. en dat die ouders niet zo ingrijpen. en die kinderen moeten dan mooi nablijven. voor ongeoorloofd verlof. door dat socialistische tuig. Socialisme is killing. Dat is verschrikkelijk. Het moet. Het moet bestreden worden. Het moet uitgerukt worden met wortel en tak. Dat geld, het kost allemaal geld. Dat onderwijs, dat is niet gratis. En dan gaat er nog heel veel geld aan toezicht. Bijvoorbeeld, op het primair onderwijs was het een paar keer per jaar uh, heel normaal... dat uh, de deuren van de instantie dicht waren. En er zat helemaal geen vast patroon in. Het was niet zo van uh, de eerste woensdag van het kwartaal of zo... en dan, is het weer, uh, dan zijn we dicht. Het was ook echt niet zo dat je, dat, uh, dat je daar een e-mail van kreeg of zo... van hou er rekening mee, dat... Uh, Nee, dat moest allemaal maar. Er werd erg makkelijk over gedaan. Dan was het dicht. Dan moest iedereen. Dat heette onderwijsdagen. Op een onderwijsdag krijgt je kind geen onderwijs. Nee. Dan kreeg het personeel onderwijs. Ja, in wat? In wat? Op het primair onderwijs moeten ze kinderen leren lezen. En ze moeten kinderen leren rekenen. En ja, heden ten dagen zou het fijn zijn dat ze. Ja, dat ze de kinderen uit... Nee, dat kunnen de ouders zelf wel doen. Kijk, aardrijkskunde, dat... Ja. Nou, het zou leuk zijn als ze verhalen vertellen over Zweden en over uh, België en over Frankrijk en uh, over Italië. En ja, uh, dat zou leuk zijn. Heb je aardrijkskunde gehad? Nou, geschiedenis is vrij simpel. Ja, geschiedenis Nederland... Want, uh, eerst was het hier één groot moerasgebied. En de Romeinse overheersing was bezig in Europa. Toen woonde hier nog bijna niemand. En de Romeinen die vonden Nederland zo'n ongelofelijke puinhoop. dat ze het in eerste instantie niet eens in wilden nemen. Niet, niet in wilden nemen. Niet, dat ze dat gewoon niet wilden. Jeetje, wat een soepzooi leek hun. Hè? Nou, toen kwamen we hier wonen. Dat was dan nogal primitief. met uh, de kanine vaten ofzo. En het kruikenvolk zo. Hè? Nou, toen zette die Romeinse overheersing door. Toen werd die Romeinse overheersing qua militaire macht. dat stortte een beetje in elkaar daar in Rome. En toen kwam de, Rome de Romeinse overheersing terug. middels iets. en dat noemen we dan het universele geloof. En iedereen moest hetzelfde gaan geloven. Nou, en daar kwam in 1517 uh, een wende in. vanuit Duitsland met Maarten Luther. Nou, toen waren we hier in Nederland, gingen we mee met uh, die wenden daar in Duitsland. Noorden van Duitsland, noorden van Nederland. En heel Engeland ging mee. Nou, niet heel Engeland dacht ik, maar grote delen van Engeland wel. We waren allemaal protestant, tegen de paus. Tegen die overheersing vanuit Rome. Uh, nou, na verloop van tijd was die overheersing uit Rome was weer helemaal terug. Klaar. Heb je geschiedenis van Nederland gehad? En dat is geschiedenis. En is dat leuk, die overheersing vanuit Rome? Nee, helemaal niet. Dat is de overheersing vanuit Babylon. Dan kan je daar nog wat over vertellen, hoe Babylon in elkaar zat, hoe Hammurabi, de laatste koning van Babylon, hoe die iedereen besoten Hoe hij zich wild ging op zijn eigen vrouwen. Er was 60 vrouwen of zo. Lekker neuken ronde. De Hammurabi was een viespeuk en een leugenaar. Dat een bedrieger. Dan nou, heb je kinderen geschiedenis uh, verteld. En dan moet je dan uh, vijf keer per jaar uh, moet je op terugkomdag? Gaat weg. Het kost alleen maar geld, meer niet. En alles met die subsidie die ik hier zie, met die vijf vrouwen die dan ademloos staan te kijken naar een paar jurken en wat in elkaar gekladderd. Dat is niet meer dan kladderwerk. Het is omdat het hangt aan een, een mooie zaal en die kost een hele hoop centen. En het gebouwtje dat zal staan in het centrum van Amsterdam en dat, is, dat kost ook een paar centen. En dan heeft zo'n kunstwerk plotseling waarde. Maar het heeft geen waarde. Die kwast waarmee het geschilderd is, zo'n dergelijke kwast, die koop je hier bij de Quantum Hallen als je je woning wil witten. Of bij de praxis, want anders maak je reclame voor de Quantum Hallen en dat mag niet. Maar wel als ik zeg de praxis of de bouwmarkt. Dan koop je zo'n brede kwast en dan heb je rode verf, groene verf, blauwe verf. En dan eronder nee, is geen anthracite, dat is toch groen. Maar ik ben een beetje kleurenblind. En dan daaronder weer blauw. Nou, klaar. 1, 2, 3, 4, 5 strepen. Oh ja, en daar begon ik over Griekenland. In Griekenland heette kunst, heette techne. Dus in het Grieks is dat zo: techne. T, E, de tau, en dan epsilon, en dan die. Wie die, die, die. is dat? G. En dan weer een epsilon. Nee, er zit nog een. Wat uh, dat ding? En nu zit er tussen. De taal epsilon, chi, nu, epsilon. Techne. Techne, dat is verwoorden in onze taal tot het woord techniek. Daarom zeggen we ook dat als we iets zien wat echt heel knap in elkaar zit, wat een hoop techniek is, dan zeggen we: oh, wat kunstig. Als je ziet dat iets heel moeilijk te maken is, dan zeg je: Nou, uh, dat is kunstig. Hè? Dus uit de kunst, zeggen we ook wel eens. Dat dus heel goed afgewerkt is en uh, uit de kunst. Ja, dit wat hier hangt, is niet uit de kunst. Absoluut niet. Door vijf streepjes in drie verschillende kleuren, dat is niet uit de kunst. Dus, dat maak je in een half uur, inclusief opruimen. En de voorbereiding bestaat uit het bezoekje brengen aan. Ja, waar is het? Ja, je moet een of andere verfsoort hebben en je moet wat kleurstof hebben. Dat is het. Ja, ik zou dan even naar. Hier in Arnhem ga je naar de, de, de Hubo. En dan mengen ze dat voor je. Ja, dan sta je wel even een kwartiertje te wachten terwijl die man bezig is om die verf te mengen. Dus, ja, alles bij elkaar is het toch anderhalf uur werk, denk ik. Het is geen kunst. Het is geen techniek. Het is helemaal niks. Het zijn kleurtjes. Meer niet. En dan kijk je naar het onderwijs. Ik ja. Je hoeft die kinderen alleen maar te leren lezen en te leren rekenen. En voor de rest moet je ze bezighouden. Dat is de enige taak die je hebt. Omdat al die moeders naar het werk moeten. Alhoewel, ik ken een moeder en die had helemaal geen baan. Maar die bracht toch haar kinderen iedere keer kind in de school. Denk je, ja. Nou, die moeder had er, uh, daar waren er twee trouwens, misschien wel drie. En die bracht het, nee, misschien wel vier, ja, zeer even nadenken, wel vijf of zes. Een hele stapel moeders en die hadden helemaal geen baan. Die hadden de kinderen gewoon thuis kunnen houden. Je gaat mij niet vertellen dat een moeder niet in staat is om het kind te leren lezen en te leren rekenen. Wat is dat nou? Eén keer twee is twee, twee keer twee is vier, drie keer twee is zes. En dat zing je terwijl je naar de supermarkt huppelt met je kind of kinderen aan de hand. Dan moeten ze dus het liedje mee zingen. Het liedje kan je leren vanaf dat ze drie zijn. Dan zeggen die kinderen dat nou helemaal niks. Hè? Alleen maar, oh, twee keer twee is vier, drie keer twee is zes. Voor die kinderen is het alleen maar van uh, ja, woordjes. Hè? En als ze dan later de tanden gaan wisselen, dan komen ze tot de ontdekking van, oh, oh, ging het daarover? Ja, maar dan weten ze de tafel van twee wel uit hun hoofd. Want dat liedje heb je erin gestampt. Kijk, zo simpel is het om je kind te leren rekenen, snap je? En aardrijskunde, ja, mama kan er ook verhalen vertellen over België. Wat is dat nou? Een België? Hebben ah, ze zo'n zachte jee. En dan zeggen ze niet uh, frieten, maar dan zeggen ze patatjes. Of wat was het ook alweer? Aardappels, dan noemen ze dat pataten. Dus als je in, in België, als een kindje zegt vanavond gaan we patatten eten. Dan, uh, dan betekent het niet, dat niet dat ze gefrituurd zijn. Nou, een kind zegt, oh, moet je wel aan denken. Ik zeg, ja. Je moet echt vragen om patates frites. En dan krijg je gefrituurde patat. Maar patat is altijd gefrituurd? Ja, in Nederland. Want in Nederland hebben we, noemen we het gefrituurde aardappelen. En ham in België, dat noemen ze daar geen ham, dat noemen ze hesp. Of je zegt tegen je man van kom, we nemen dat gut eventjes mee en dan gaan we een dagje naar Antwerpen. We hebben die kinderen even de Belgische cultuur laten proeven. En nou, lekkere Antwerpse wafels. Maak je er een leuk dagje uit van. En dan ga je typisch Antwerpse dingen doen. En dan gaat papa een Belgisch biertje drinken op een Antwerps terras. En dan kopen we Belgische bonbons. En dus ze ga je ook een keertje naar Duitsland toe. Ja, hier vanuit Arnhem is dat makkelijk te doen. Even een dagje naar Oberhausen of zo. Ik heb mijn dochter meegenomen. Dat is ook een dagje in en weer. was het? Een of andere Arnhem stadje. Oh ja, Emmerich. Emmerich aan de Rijn. Even de Duitse cultuur proeven. Doe je dat toch? Kijk, dat hele onderwijs. Uh... Nee, laat maar zitten. En vanaf het middelbare onderwijs. Ja, dan wordt het echt gespecialiseerd. Dat kunnen de ouders in de regel niet doen, lijkt mij. En dan moet je maar kijken hoe je dat. Uh... Ja, dan moeten misschien wel instituten komen. En moet de overheid dat regelen? Nee, natuurlijk niet. Waarom? Wat kost onderwijs nou? Laten we nou eerlijk zijn. Als je kinderen wiskunde geeft, hè? Nou, dan heb je een zaaltje nodig. Nou, dat zaaltje hoeft geen donder te kosten. Nou, die kinderen die willen graag wiskundeles hebben. Dus een, wat ze nu hebben op school, een beveiligingsambtenaren. Er zit zelfs een politiepost. Maar mijn dochter werkt in het gereguleerde onderwijs. Zelfs een politiepost is daar. Dagelijks is daar bewaking en toestanden. Uh, Moeten Herman Datten weer bijkomen? Nou, dat heb je helemaal niet nodig, want als het niet verplicht is, we maken het dan uit. Dus alle mensen die komen, die willen graag wiskunde leren. Nou, dan heb je zo'n wiskundeleraar. En wat moet die man verdienen? 20 euro per uur of zo? Nou, als hij les geeft aan twintig kinderen, dan moet er per kind twee euro per uur betaald worden. Mm, ik denk dat een uh, gemiddelde ouder dat toch wel over heeft voor een uurtje wiskundeles aan zijn kind. Twee euro. Snap je? En wat heeft een wiskundeleraar nou nodig aan materiaal? Helemaal niks. En dat, al dat materiaal dat staat toch al op internet. En wat moet de wiskundeleraar nou uitleggen aan de kinderen? Wat, wat hebben kinderen nou nodig aan wiskunde? Wat, ze, wat, wat ach, echt handig is. Waar je misschien zelfs op de middelbare school al mee kan beginnen hoor. Met sinus en cosinus. Het lijkt wel handig kinderen dat weten. Sinus en cosinus, en dan ja, dingen als uh, integreren, differentiëren. Je vectormeetkunde en zo. En erg hoge orde wiskunde, ja, wie heeft het nodig? Maar maatschappij niet echt hoor. Dus je kan er allemaal over dat, dat verplichte onderwijs, waarbij ze dan een bak geld krijgen en dan gaan ze achteraf lopen verzinnen wat ze met dat geld moeten gaan doen. En je moet het omdraaien: waar heeft dat volk nu behoefte aan? Kijk, het mag duidelijk zijn dat iedereen die moet leren, die, die moet kunnen lezen, die moet kunnen schrijven, die moet kunnen rekenen. Dat moet iedereen kunnen. Iedereen moet uh, weten dat uh, Duitsland uh, ten oosten van Nederland ligt... en dat uh, voordat je naar Engeland kan, dat je er eerst uh, met een boot moet of zo. Of met een vliegtuig of uh, uh, via de tunnel. Dat er een stuk zee er tussen ligt en dat het de Noordzee heet. Dat je kinderen leert uh, waar, ze waar Finland ligt en, en dat het daar uh, eerder dag wordt dan hier. Maar dat is het. Dan ben je er toch klaar mee, of niet? Nou dan. En dat, dat socialistische gereguleer, uh, dat, daar word je niet blij van man. Los van het feit, en dan uh, toch weer nog even dan over die vrouwen. Hè, vrouwen zouden dit makkelijk moeten kunnen: die dingen leren aan hun kinderen. Hoor. Ja, en die moeders die dan geen baan hebben, die is, heb ik gezien in die tijd. En die brengen dan s morgens hun kinderen naar school. Van nou, oh, daar ben ik mooi vanaf. En wat gaan die moeders dan de hele dag doen? Helemaal niks. Ja, helemaal niks. Weet je, het huis schoonhouden. Ja, daar ben je echt niet de hele dag mee bezig. En die vrouwen zijn hartstikke lui. Die zijn al lang blij. Dan dumpen ze die kinderen zo bij de schoolinstantie. En dan hebben ze lekker vrij. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze een boekje lezen. Ze gaan uren aan de telefoon hangen, ze gaan pakken gelijk een Blackberry of een iPad of een ander apparaat. En dan gaan ze met elkaar zitten whatsappen. Dat doet geen donder. En dan, maar, en dan ook nog klagen. Ja, dat gaat ook weer. Nee, ik ben ervoor om uh, ministeries, uh, het ministerie van Kunst en Cultuur uh, af te schaffen. Heel vervelend voor al die mensen die dus uh, leven van cultuursubsidies. Ik vind dat je die mensen die er nu een cultuursubsidie hebben, dat je daar een afspraak mee maakt van... Uh, nou, je krijgt nog cultuursubsidie, maar. Ja, afhankelijk. Ja, per geval bekijk je dat even. Zo, en als ze echt heel erg afhankelijk zijn van die cultuursubsidie. dan, nou, dan betalen we weer nog uh, vijf jaar door. Dan krijgen ze vijf jaar lang gratis geld. en dan oprotten. Dan, is het, dan betalen we weer niet meer. Het ministerie kan je opheffen. En. Ja, de subsidie aan musea en zo. Ja, Stop er maar mee. Door de mensen die werken bij de. bij musea. nogmaals, die kan je een subsidie geven. voor nog een paar jaar. Maak er maar een business van. Als er echt zoveel mensen komen kijken. Kijk, het Rijksmuseum. daarvan mag ik aannemen. dat kan zichzelf wel bedruipen. Maar hier in Arnhem. dat Museum voor de Moderne Kunst sorry hoor. Als dat zichzelf kan bedruipen, nou is dat prima. Maar ik heb daar dingen zien staan dat ik denk van wat? Dan, moet je, dan heb je je fantasie nodig om te begrijpen wat de boodschap en de waarde is. En dat heet dan conceptuele kunst, namelijk dat het helemaal nergens over gaat of zo. Een schilderij, er zaten een paar lijnen op en eronder staat zonder titel. Dan denk je ja, flikker het erop. En als er mensen zijn die naar dat soort dingen willen kijken, ik vind het best, dan doe je dat, dat toch fijn en dan moet er iemand de moeite nemen um, om ergens een ruimte in te richten en dan hangt hij dat soort dingen zonder titel neer. Ik bijvoorbeeld, ik kijk graag naar werken van Willink en werken van Pieke Koch en ja, het naturalisme en het magisch realisme. Dat vind ik mooi. En ik ben best bereid om te betalen om een aantal van die schilderijen in het echt te zien. Heus. En ja, als iemand dat organiseert en die hangt een aantal van die werken op uh, en dat staat dan op internet en dan kan ik kijken, oh, daar ga ik toch wel, wel eens van naartoe. En dan betaal ik ook wel een toegangsprijsje. Hè? Dus je kan er wel aan verdienen. Maar wat ik niet vind, is dat het me eventjes allemaal zo zonder meer betaald moet worden. Dus ik ben niet tegen het volhouden van uh, het eren van oude schilderijen. Iedereen heeft zo zijn, uh, zijn voorkeuren. Nou, en ik heb dan Willink en Pieke Koch en die andere realisten: Hollands realisme, magisch realisme. Ik vind het wel mooi. Maar het hoeft voor mij niet gesubsidieerd te worden door de overheid straks gaan dingen verloren. Ik denk, nou, pech. Ja, echt waar, hoor. Pech. Jammer. Ik ben in het Brits Historisch Museum geweest. In Londen. Ja. Ja. Ja, ik word daar niet warm of koud van, hoor. Mij interesseert het eigenlijk helemaal niks. Voor mij mag het allemaal uh, platen, hoor. En ik ben met Wim in een museum geweest. Dat was dan ook zo'n zo historische toestand. Wim Kruidentuin, hè, mijn vriend. In Leiden. Zo. Het Leids Historisch Museum. Ja, ik, ja, Nou ja, voor een keertje. Zo. Ik hoop dat het Leids Historisch Museum zichzelf kan bedruipen. En zo niet, sluit hem maar. Sluiten maar. Dus één ding wat ik wel leuk vond, is er stond een, een, een grenssteen. Die dus in Egypte dan hadden ze dan uh, van die stenen die aangaven van hier begint Egypte. En dan stond er dus op die grenssteen allemaal hi hieroglyven. Dat vond ik wel interessant. Dat is het enige wat ik nog leuk vond. nou Dit was over socialisme. En ik vind dat we dat mee moeten stoppen. En in een volgende uitzending over socialisme ga ik erover verder. Ja? Nou. En dan zeg ik uh, op zijn hamburgers. Tjus. En dag, lieverds.